Zo mensen, goedemorgen. Even kijken. Vandaag is de laatste les. Volgende week moet je hem inleveren en daarna krijg je een praktische opdracht. Dus je hebt nu heb je dat, die flowchart heb je staan hier. En aan de rechterkant ga ik eventjes wat aantekeningen maken. Ik weet dat dit in het programma, er zit één timer zit erin. En die timer is van het type ton, zoals we die geoefend hebben. De timer zit hier. Dus die timer wordt geactiveerd dan door stap 20. Hoe lang moet die timer lopen? 60 seconden, ja. Dus timer bij stap 20 met een duur van 60 seconden. Klopt hè? Oké, dus als je straks je programma klaar hebt, dan weet je in ieder geval dat er een timer in moet zitten die 60 seconden loopt. En die wordt gezet bij na stap 20. Dus die hebben we. Even kijken, we hebben naar de noodstapprocedure hebben we gekeken. En die, als het goed is, hebben jullie die programma stappen 600 tot 640 moest je afgelopen weken moest je erbij programmeren. Dat is gelukt, want ik heb er verder geen vragen over gehad. Dus ga ervan uit dat lukt. Bij de noodstop, waar je op moest letten, is dat je blink moest toevoegen. Blink is een extra functieblokje. Die zit niet standaard in CodeAssist, maar die kan je wel gemakkelijk installeren. En hoe je dat doet en hoe je het blokje Blink instelt, dat kan je doen door eventjes terug te kijken naar mijn vorige video's. En er staat ergens dat er Blink staat ertussen. En daar hoef je het letterlijk na te doen wat er staat en dan gaat dat lukken. Yes, dus dat was de noodstapprocedure. Dus deze tak is dat. Wat ik met jullie even naar wil kijken nu is dit. Er staat hier die R van magazijn bijvoorbeeld. En ik heb en hier wordt het vacuüm gereset. En ik zie hier iets van M start staan. Wat zal M start zijn? Wie kan er reageren? Geen idee wat M start is. Het is vermoedelijk een startgeheugen. Dus daar moet je dan eventjes naar kijken. En er komt in ieder geval in je programma komt een startgeheugen te staan. En die was van het type RS. Dat startgeheugen dat wordt gezet in stap 10. De S is in stap 10. Waar wordt die gereset? Startgeheugen. Dus dan zoek je naar de variabele M start. Ik zie er hier eentje en daar zat een R'tje voor. Dus de reset zat in stap 25. En ik zie hier ook nog staan vanuit elke stap in de cyclus, was mijn potlood. Die staat daar. En dan is het of in stap 25 of als K stop ingedrukt worden. Dus dan komt daar zo'n OR-blok bij. OR K stop. Dus ik heb in ieder geval nu een timer heb ik en ik heb een startgeheugen. Nu zie ik dat vacuüm hier, die wordt hier gereset. En dan zal die ergens in je programma nog een keer gezet moeten gaan worden, denk ik. Dus dat vacuüm wordt aangezet. Dat is hier. Eentje maar, volgens mij alleen hier hè. Ik zit niet snel even te kijken. Dus daar gebruik je dus voor het vacuüm gebruik je dan ook een RS-blok voor. Voor het vacuüm en die wordt gezet in stap 70 en gereset in stap wat zijn we nou gereset is hier 100 staan was dat 100 oh ja 100 hij zat in ieder geval min 10 zag ik dat ik naar boven te kijken end. Oh nee, of natuurlijk hè. Wat zei je, 100? En ik zie in de noodstap, zie ik hem ook nog eens een keer bij stap 630. Or 630. En als ik er nog eentje vergeten ben, dan hoor ik het wel. Maar volgens mij wordt hij daar gereset. Dus timer, startgeheugen, vacuüm. Blink.
zie we nog een keer een resetje. Is iedereen duidelijk wat dat N'tje betekent hier in die flowchart? Nee, de R staat voor reset, de S staat voor set. En volgens mij, voor mij wordt die officieel wordt die anders genoemd. Maar ik vertel hem altijd als neutraal, als neutral. En de actie die bij het min 10 gedaan wordt, die geldt alleen maar voor deze stap. Dus hier wordt die uitgang draaimagazijn, die wordt actief alleen bij min 10. Hier. En verder niet. En als ik nou hier, even kijken. Als hier staat het set vacuum, dan wil dat zeggen dat het vacuum aangezet wordt. En het vacuum blijft de hele tijd aan, totdat die gereset wordt. Dus dat is hier pas in stap 100. Dus dat gaat over al deze stappen heen en hier wordt die pas gereset. Dus dat is het verschil tussen die N, die S en die R'tjes. En dan heb je die geheugen voor nodig. Ik kan de noodstop toch op elk moment van de tijd kan ik die toch indrukken. Zo moet je dat lezen. En net als die K-stop. Een K-stop kan ik op elk willekeurig moment kan ik die indrukken. En als die ingedrukt wordt, dan is dit programma zo gemaakt dat hij zijn cyclus afmaakt. En dan zie ik dat hij, als het draaimagazijn en niet M start, het startgeheugen is afgevallen, je hebt stop gedrukt, dan gaat hij terug naar stap 0. En dan gaat de lamp start gaat te branden. Dus dan maakt hij wel even dit cyclusje eens eventjes af. En daarna gaat hij stoppen. Dat is wat je geprogrammeerd hebt. Dus het lastige is met dat functieblok programmeren, is dat dit wel het programma is, maar niet hoe je hem programmeert, zeg maar. Dus dan moet je even die klik in je hoofd maken van hoe je dat doet. Maar volgens mij, we hebben alles geoefend wat we hebben moeten doen. Dus je weet wat die stappen zijn nu, wat is je 0, 20 enzovoort wat betekent. Je weet hoe je van de ene stap naar de volgende kan komen. Hè. Dus de voorwaarden, dit was start, dus de stapvoorwaarden. Je weet dat die rechthoekjes, dat het die uitgangen zijn. En elke uitgang had zijn eigen netwerk. Dus je doet eerst de stappen programmeren zoals we geoefend hebben in de vorige opdrachten. En uiteindelijk aan het onderaan je programma, dan zet je erbij. Doe je al die uitgangen programmeren dat ze netjes onder elkaar komen te staan. Wat in dit geval extra was, is dus die noodstopprocedure. Maar het zijn uiteindelijk maar gewoon een aantal functieblokken die erbij komen. Startgeheugen ben je bekend mee, hebben we geoefend. Blink is nieuw, het knipperen van het ledje. En dat gebeurt hier bijvoorbeeld ook, hè? We zijn even vergeten. Hier gebeurt hij, daar knippert hij. Het is gewoon een kwestie van nadoen, dus dat kan iedereen. Ik zie dat hij hier nog een keer een ledje knippert. En eigenlijk is deze jump die hier staat, is verder ook niet zo heel moeilijk. Want om van de stapvoorwaarde naar 10 te gaan, is K-start en de variabele auto-manual. En ook al weet je niet wat dit betekent, het is gewoon een variabele die true of false wordt. Dus je kan hem gewoon neerzetten in je variabelenlijst. En als die true wordt, dan gaat hij naar 10 toe. En als het niet waar is, dan gaat hij door naar een stap 30. Dus volgens mij gewoon een kwestie van aanpak. Dus ik denk dat dat op deze manier moet gaan lukken. Dus je moet even goed nakijken van dat je deze vier dingen. Ik zal hem even. Dat je dit in je programma hebt staan. En dit is ook wat ik onder andere ga nakijken. Dus je krijgt voor al deze dingen krijg je punten. En yes, ik ga ze ook allemaal nakijken. Dus vraag erover. Thomas, je vraagt hoe moet je dat blink in Codasys doen? Dat heb ik net uitgelegd. Op mijn YouTube-kanaal staat een videootje waar ik een schermopname gemaakt heb. En die kan je gewoon letterlijk nadoen. Zeer zeker, Peter. Het zou ook teleurgesteld zijn als je dat nog niet gedaan had. Andere vragen? Nu stellen. Ik heb je via de Outlook-agenda heb ik je een uitnodiging gestuurd. En daar staan, als je die op accepteren had geklikt, ik weet niet of je dat gedaan hebt. Dan wordt de lessen werden automatisch in je Outlook-agenda gezet. En als je daarop klikt, dan staat daar de planning in voor de komende weken. Daar staan ook de inhaalmomenten voor de toetsen in. Dus ik heb er geloof ik twee of drie ingepland, inhaaltoetsen. Dus die kunnen we dan gewoon gaan doen. Dan moeten we even kijken of we die. Geen vragen meer. Dus het gaat ervan uit dat dit allemaal lukt. Het is een kwestie van aanpakken nu. En als het angstvallig stil blijft, dan gaan we ermee stoppen zo. Yes? Oké, nou dankjewel in ieder geval. Zorg ervoor dat volgende week ingeleverd wordt. Ja?
Dankjewel voor het kijken en later. Yep. Ja.